Met een belastingadvies kunnen enorme bedragen gemoeid zijn. Zo kan het zijn dat op basis van een fout advies een beursgang mislukt. Of dat een bedrijf enorme sommen geld misloopt. Daarom moet je eigenlijk twee dingen doen. Ten eerste moet je je heel goed op de hoogte stellen van de huidige stand van het recht. En ten tweede moet je eigenlijk heel goed weten wat je niet weet. Zodat je op het juiste moment er andere adviseurs bij kan halen die eigenlijk het wel weten wat jij dan weer niet weet. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je heel sterk in je schoenen moet staan, maar dat je vooral niet meer moet beloven dan jezelf kan waarmaken.